Er wordt veel ontploft. Met granaten gegooid. De koningin gooit met granaten. En iedereen gooit met granaten. Het is een oud verhaal wat al heel lang bestaat. Maar er is een hele radicale bewerking van gemaakt. Er worden heel veel lijntjes getrokken naar nu. Dus het heeft een beetje een knipoog naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. Nou ja, ik denk dat het op een leuke manier de draak steekt met machtsstructuren. En ja, hoe dat dreigt de verkeerde kant op te vallen. En hoe dat resoneert met bepaalde oude witte mannen aan de macht, zeg maar, in deze tijd. Bedenk dan zelf maar wie er in je hoofd verschijnt. Denk aan Poetin, denk aan Trump, denk aan Thierry Baudet. De wereld zal aan je voeten liggen. En Pamina? Die ook. Ja, het is natuurlijk geweldig dat ze in deze versie een Pamina hebben neergezet die niet hulpeloos is, maar het heft in eigen handen neemt. Ze weet wel waarvoor ze staat en wat ze zeker niet wil. Dus dat wordt heel leuk om te spelen. Bovendien, man en vrouw zijn achterhaalde kwalificaties. Tamino is wat zoekender, maar Pamina weet eigenlijk al wat ze wil. En ze gaat ervoor. Dat vind ik ook wel leuk. Het uitkafferen van de mannen, daar heb ik misschien nog het meeste zin in. Het wordt echt een grappige voorstelling. Daar ben ik wel van overtuigd.